Jacob is natuurlijk zo'n bijzonder iemand en voor mij is het gewoon een tweede Mozart. En dat je dan met zo'n iemand mag werken is gewoon helemaal te gek. We love it. We're just having a ball down here. It feels amazing. Jacob is natuurlijk een beetje een ongeleid projectiel, omdat hij heel veel dingen wil uitproberen. Dus instrumentalisten die moeten allemaal andere noten spelen dan dat er eigenlijk op papier staat. Dus hij is in dat opzicht, omdat hij nog zo jong is en zoveel ideeën heeft, is het gewoon superleuk om te zien hoe hij daarmee omgaat. Want als je aan het opnemen bent, denk je van mijn god, wat gaat hij hiermee mee doen? Maar dan hoor je terug en dan is het echt helemaal te gek. Want alle producties die ik tot nu toe heb gehoord van hem, die klinken echt supergoed. Dat is toch, hè? Dat is feeling great. Trumpets, final note of 100. Let's just put that up to a concert B. Je moet uit een muzikaal nest komen, want anders, omdat je altijd met muziek bezig bent, moet je die taal die die muzikanten spreken, die moet je ook kunnen begrijpen. Dus dat is het belangrijkste. Het lijkt heel technisch, allemaal met die knoppen, maar eigenlijk is het gewoon mijn instrument. Het technische deel, daar weet ik echt helemaal niets van. Ik kan het alleen bedienen. Het lijkt heel, als zo'n ding, een groot ding, lijkt het een heel veel knoppen, maar op zich is het best wel overzichtelijk. Als je één rij weet, dus als je dit, dat noemen ze dan broodjes, omdat die tafels modulair zijn, dan weet je eigenlijk alles, want elk kanaal is gewoon een eigen instrument. Ik zit hier nu 21 jaar en heel veel mensen die vinden hier in de studio zo'n fijne sfeer hangen. En dat is eigenlijk ook mijn doel. Alles gaat voor de muziek. Dus ook de muzikanten die hier komen, die moeten zich fijn voelen. En als je dat gevoel geeft, dan presteren ze veel beter. Dan heb je veel mooiere opnames. Ik denk dat je daar beter die gitaar even kan introduceren. Dat die vanaf nou, daar... ja, ik wil niet veel zeggen, maar ik hoor nu echt wel heel veel gitaar. Die geef ik nou nog meer een zetje dan. Vroeger, 30 jaar geleden, mixte je gewoon op de mengtafel. Dat kan nu nog steeds en klankmatig zal het zeker mooier zijn. Alleen het probleem is, zeker met een metropoolorkest mix, dat zijn zoveel sporen. Als ik dit analoog moet gaan doen, dus dan moet ik alle knopjes bij langs. Nou, dan ben ik ongeveer een uur bezig, dus tegenwoordig... is dat eigenlijk niet meer te doen. Mixen in de box, zo noem je dat. Dus dat wil zeggen in de computer, dan is het gewoon oproepen. Dus je opent de mix en je kan gelijk aan de slag. Waar de console nog wel bijna, of grotendeels nog wel tot z'n recht komt, is bij het opnemen. Nou, nu zijn we bij het MCO aangekomen. Straining pipe steels, dat kun je wel zeggen, ja. Net zo afwisselend dat mijn baan is, is ook weer zo afwisselend. Maar dat houdt het ook weer leuk. Kijk, daar hebben we Janine. Ja, ik kreeg ineens een bericht dat de tappen voorbij waren. Oh. Let's do one more. No saxes, everyone else? Is that it? Let's just get one more. One more. Yeah, one you more. Can Let's line go. It up. Thank you. Ik zit nu ongeveer 25 jaar bij het orkest. Nee, niet ongeveer. Ja wel. Dit jaar is 25 jaar, dus het is wel een jubileumjaar voor mij. En ik ben eigenlijk de enige die al zo lang als freelancer bij het orkest werkt. Omdat ik natuurlijk hier mijn eigen studio heb. Waarom ik dat nog steeds volhoud is gewoon omdat het allemaal verschillende projecten zijn. Het is elke keer weer andere muziek. En als je het gevoel krijgt dat je samen een mooi geheel van kunt maken, geeft dat de spirit om te blijven doen. Staat het alleen in de Dropbox? Wat, die nieuwe stukken? Of, nee, gewoon alles. Ik heb wel alle opnames heb ik in de Dropbox gezet, ja. Dus als Ben alles heeft, dan zou ik zo zeggen, haal het maar lekker af. Hallo, hey Ben. Hey. Yes, so good.
Met Dirk heb ik een hele goede samenwerking, want we vullen elkaar heel goed aan. Hij is technisch veel meer onderlegd en hij lost meestal al mijn probleempjes op die tijdens opnames kunnen voorkomen. Tijdens optredens doe ik vaak de zaalversterking en dat doet Dirk de monitors. Verder is het gewoon, het hele orkest is een geoliede machine, dus maak je samen een mooi geheel. Jacob is natuurlijk zo'n bijzonder iemand en voor mij is het gewoon een tweede Mozart. Het komt maar heel af en toe voor dat er dat soort figuren ineens boven komen die zoveel talent hebben en zo bijzonder zijn voor een hoop mensen. En dat je dan met zo'n iemand mag werken is gewoon helemaal te gek. One quick thing to just to clarify is that the trombone's at 97. It's at full. So it goes boom. Bert, can you hear that? Ja, er zijn altijd wel concerten die je bijblijft. En dat is bijvoorbeeld een tour met Gregory Porter. En die hebben we in Duitsland een tour mee gedaan. Nou, dat was echt ontzettend leuk om te doen. En één concert die ik me nog heel goed kan herinneren is met Laura Mavula op het Noordsea Jazz. We staan daar meestal in één zaal, dat heet de Maas. En tijdens het Noordsea Jazz is het bovenste ring is meestal dicht. Maar dat concert ging de bovenste ring ook open. Was het helemaal vol en je kon een speld horen vallen. En ik was ook heel blij met mijn eigen sound. Alles klopte, de zang was goed. Het was allemaal dik in orde. Dus ja, dat was wel een concert die ik nooit meer zal vergeten.